Goedemiddag allemaal, welkom bij Puls Vragenuurtje. Leuk dat jullie er zijn. We gaan het vandaag hebben over de Buma Basics. Als je net lid bent geworden, hoe gaat het dan allemaal in zijn werk? Wat doet Buma Stemra? Wat kan je zelf doen? En hoe krijgen we nou het geld bij jou op je bankrekening? Wat zijn daarvoor de eisen die we aan Buma Stemra stellen, maar ook natuurlijk aan jullie om dat voor elkaar te krijgen? We gaan jullie een paar slides laten zien. Stel gerust tussendoor vragen als je die hebt. En als je het liever hebt om te wachten tot na de presentatie, kan dat ook. Want na afloop is er ook nog ruimte genoeg om vragen te stellen. Nou, lijkt het me goed om te beginnen om eventjes ons voor te stellen. Dan weten we in ieder geval met wie jullie te maken hebben. Dan begin ik bij mezelf. Mijn naam is Esther Maaier. Ik werk als manager Customer Care bij Buma Stemra. En de teams die bij mij bij de Customer Care afdeling zitten. En die krijgen eigenlijk al alle vragen van leden en niet-leden over Buma Stemra, over auteursrecht, over de afrekeningen. Ik mis wat op mijn afrekening, wat moet ik doen? Nou, al dat soort vragen komen bij deze afdeling binnen. En daar hou ik me dan dagelijks mee bezig. Ik ben er inmiddels weer. Ik viel even weg. De verbinding was even zoek. Ik ben Mark de Lage, adviseur ledenservice bij Buma Stemra. Eigenlijk ben ik je eerste contactpunt. Als je bij ons bent aangesloten, je hebt vragen over je lidmaatschap. Of hoe werkt dat nou allemaal? Maar ook als mensen niet aangesloten zijn bij Buma Stemra en vragen hebben erover. En is het voor mij zinvol om lid te worden? Of wanneer wordt het zinvol? Dan is de kans groot dat je mij treft of een van mijn directe collega's. Naast werkzaam bij Buma Stemra ben ik ook muzikant. Ik speel in een band, schrijf ook onze eigen muziek. Dus wij zijn ook als rechthebbende aangesloten bij Buma Stemra. Dus ik zit ook, ik weet hoe goed het is aan de andere kant. Dus dat geeft over een goede kijk op dingen. Zeker. Nou, laten we beginnen met eigenlijk de basis van alles, hè? Het auteursrecht. Want zonder auteursrecht is er geen Buma Stemra. Ja, als je een liedje maakt, hè, je maakt de muziek of de tekst, dan heb je daar automatisch het auteursrecht op. Daar hoef je niets voor te doen, dat krijg je gewoon vanzelf. Dat auteursrecht, dat kun je dus, de exploitatierechten daarvan kun je overdragen aan Buma Stemra. En dat is eigenlijk wat je doet als je lid wordt van Buma Stemra. Je blijft daarbij wel gewoon de eigenaar van jouw liedjes. Je draagt alleen dus die exploitatierechten over. En met die exploitatierechten, daarmee kunnen wij dan dus geld voor jou gaan incasseren. Dus we gaan zorgen dat als jouw werk gebruikt wordt, hè, bijvoorbeeld uitgezonden op radio of op televisie, dan gaan we ervoor zorgen dat we daar geld voor krijgen. En dat geld, dat krijg jij dan weer uitbetaald. Dus dat is een beetje wat wij doen met het auteursrecht. Nou, dan hebben we dus Buma en Stemra. En om een beetje het verschil ook duidelijk te maken. Buma is voor de openbaarmaking. Dus als je live optreedt, of als jouw liedje op radio of televisie wordt uitgezonden, of online wordt gestreamd, dan krijg je via Buma daar een betaling voor. En Stemra is voor de vastlegging en de verveelvoudiging. Dus bijvoorbeeld als je liedjes op een cd uitbrengt, of op vinyl. Maar ook als het online wordt gestreamd. Daarvoor krijg je dus voor online gebruik bijvoorbeeld in dit geval voor zowel Buma als voor Stemra een uitbetaling. Nou, dat doen we dus voor alles wat in Nederland aan muziek wordt gebruikt, maar ook in het buitenland. Want heel veel landen hebben hun eigen auteursrechtenorganisatie, dus hun eigen Buma Stemra. En daar hebben wij een contract mee. En via dat contract zorgen we ervoor dat zij het geld voor jullie incasseren in het land waar het werk gebruikt is. Wij krijgen dat geld van hun doorbetaald en wij keren dat dan weer aan jou uit. Dus op deze manier krijg je dus voor zowel gebruik in Nederland, maar ook in het buitenland, krijg je een betaling. Nou, als je lid wordt bij Buma Stemra, is het niet zo dat alles dan vanzelf gaat. Je zal er zelf ook echt een actieve bijdrage aan moeten leveren. Er zijn verschillende dingen die je zelf kunt doen en misschien eigenlijk moet ik wel zeggen moet doen. Om te kunnen zorgen dat wij voor jou vergoedingen kunnen incasseren. Het allereerste wat je moet doen als je lid bent en je hebt dat nog niet gedaan, is je account activeren. Een Mijn Buma Stemra account activeren. De activatielink kun je aanvragen via mijn.bumastemra.nl. Daar vul je e-mailadres in en dan krijg je per e-mail een linkje waarmee je het activatieproces kunt starten.
Ja, het kort zijn het een drietal stappen waar je doorheen gaat. Je moet jezelf in stap 1 identificeren, doe een ID-check. De tweede stap is een telefoonverificatie, dus een sms-verificatie die je dan krijgt. En de derde stap is dat je een wachtwoord moet aanmaken. Als je het allemaal gedaan hebt en je account is actief, dan kun je voortaan inloggen op mijn.bumastemra.nl met je e-mailadres en je aangemaakte wachtwoord. Ja, en daar kun je dan, ja, dat is eigenlijk jouw portaal naar Buma Stemra. Daar kun je je tracks inzien, je kunt je afrekeningen nakijken, je persoonlijke gegevens aanpassen, et cetera. De allerbelangrijkste is je werken aanmelden. Dat klinkt misschien heel erg logisch, hè? Tuurlijk moet je je werk aanmelden. Blijkt toch niet altijd even logisch te zijn. Er zijn nog mensen die echt al een poosje lid zijn en gewoon helemaal niks hebben aangemeld. Maar als jij je werken niet bij ons aanmeldt, dan weten wij niet wat jij geschreven hebt. Dus kunnen we ook niet voor je incasseren. Misschien kunnen we even door naar de volgende slide. Dan gaan we over het aanmelden van werken hebben. Misschien een beetje lang verhaal. Ik ben gewend om dit, ik doe dit wel vaker, maar dan rechtstreeks voor mensen. Dat is wat natuurlijker voor mijn gevoel. Dan wordt het een beetje wat interactiever. Ik zal proberen om er niet een lang saai verhaal van te maken. Mocht je vragen hebben tussendoor, stel ze uiteraard. Het aanmelden van werken is best wel eenvoudig. Het werkt best intuïtief. Je hebt, als je inlogt op je account, heb je het kopje werken. En dan zie je rechts al waar het pijltje bij staat, werk plus aanmelden. Nou, daar meld je je werk aan. Als je daarop klikt, dan zie je het schermpje daaronder, concept. Dat is het eerste scherm wat je in beeld krijgt. En daar komt de basisvraag, de titel van het werk. Dus je geeft als eerste aan wat de titel van het werk is. Dan druk je op oké. En dan ga je allerlei gegevens van het werk invullen. Nou, dat zie je op deze slide. Ik heb het werk hier even Puls genoemd. Voor de gelegenheid. Daaronder zie je rechthebbende. En dan normaal gesproken zie je bij dat roze bolletje. Zie je je eigen naam staan. Dat is de naam van de auteur die het aanmeldt. Heb ik nu even weggehaald. Normaal staat je eigen naam. En je ziet de rolcodes erachter staan. Of de rollen die je kunt aanvinken. Hè. Ben je componist of tekstschrijver. En het aandeel. Nou, in dit geval is het heel simpel. Dus één persoon. Dus die heeft gewoon 100% van het aandeel van die nieuwe titel. Het kan natuurlijk ook ingewikkelder, want hè, vaak schrijf je niet in je eentje. Heel vaak schrijf je muziek samen. Dan heb je met meerdere rechthebbenden te maken. Nou, het is altijd van belang dat je alle rechthebbenden noemt die mee hebben gewerkt aan die track. Dus of ze nou aangesloten zijn of niet, je moet altijd iedereen noemen. In dit voorbeeldje zie je een tweede bolletje erbij. Er staat de naam van de persoon die je hebt toegevoegd. Je ziet eronder ook een dingetje staan, voeg rechthebbende toe. Als je daarop klikt, dan kun je eigenlijk in de internationale database zoeken tussen alle rechthebbenden. Kun je op naam zoeken die bij ons zijn aangesloten, maar ook bij, we noemen dat zusterorganisaties in het buitenland. Dus de Buma Stemra's in het buitenland. Mensen die daar aangesloten zijn, die kun je daar ook in terugvinden. En mocht iemand niet aangesloten zijn, we krijgen wel eens de vraag, moet je hem dan ook aanmelden? Ja, dan moet je hem ook aanmelden, of in ieder geval noemen in je aanmelding. Dan kun je naar beneden scrollen en dan staat er niet aangesloten. En dan, als je daarop klikt, dan wordt die persoon erin gezet als zijnde niet aangeslotene. Als je iedereen erin hebt gezet, dan moet je op basis van die knopjes die je daar rechts ziet, geef je aan wie wat voor rol heeft. En op basis van de standaard verdeelsleutel die we hanteren, wordt dan een verdeling opgesteld. Hoe werkt dat? De vuistregel is eigenlijk, als we praten over een muziekwerk met tekst en muziek, dan is 50% is voor de compositie en 50% is voor de tekst. Dus als je in dit voorbeeldje heb je dan twee schrijvers van het werk. De een is componist, de ander is tekstschrijver. Nou, een heel basisvoorbeeld. Dus 50% tekstaandeel gaat naar de tekstschrijver. 50% compositieaandeel gaat naar de componist. Dat is vrij logisch. Maar het is natuurlijk niet altijd zo eenvoudig. Hè? Het kan ook zijn dat we schrijven met z'n tweeën een liedje. En we hebben alle twee aan de muziek gesleuteld. En daarnaast heb ik de tekst ook geschreven in mijn eentje. Dan zou je dus bij mij zetten componist en tekstschrijver. Bij jou alleen componist. In dat geval is het zo. Het componistenaandeel wordt dus verdeeld over ons twee. Dus 25-25. Het tekstaandeel. Ik ben de enige tekstschrijver. Heb ik volledig. Dus dan is de verdeling in totaal dan 25-75. Nou, naargelang je meer rechthebbenden hebt. Want je kunt natuurlijk wel met ik weet niet hoeveel mensen een liedje schrijven. Kun je door die vinkjes te verplaatsen, kun je dus aangeven wie welke rol heeft gehad. En op basis van die standaard verdeelsleutel komt daar dan een verdeling uit. Nou is het zo dat je niet per se die standaard verdeling hoeft te gebruiken.
Je kan ook zeggen, we werken met een afwijkend aandeel. En dat zie je in deze slide. Stel, je hebt met z'n tweeën geschreven. De een heeft de compositie gedaan, de ander heeft de tekst gedaan, zoals hier in het voorbeeldje. Maar de tekst, we hebben het samen geschreven. We vinden, ik heb bijvoorbeeld veel meer werk hieraan gehad dan jij. Dat vinden wij. En dan kunnen we zeggen van ja, die standaard verdeelsleutel zou dan in dit geval 50-50 zijn. Maar dat is niet fair, want dat is niet hoe we het aandeel wat we erin gehad hebben. Dan kun je door middel van afwijkend aandeel, dat kun je daar rechtsboven kun je dat aanklikken. En dan zie je ook dat je wel nog die schijfjes kunt gebruiken om aan te geven wie welke rol heeft. Maar er wordt niet standaard een verdeling gemaakt. Je kunt dan zelf de percentages invullen. Je kunt het dus verdelen zoals jullie het onderling afspreken. En dan het is wel van belang dat het totaal op 100% uitkomt. En je hebt natuurlijk 100% recht. Dat verdeel je over het aantal auteurs. Dus het stukje 50% compositie, 50% tekst. Dat kan je loslaten in dat geval. En het is ook wel van belang om te weten, als je een werk aanmeldt met een standaardverdeling. Dus stel, ik schrijf met mijn bandleden een nieuw liedje. Die meld ik aan en ze krijgen netjes een e-mail van, goh, Mark heeft het werk aangemeld met deze verdeling en niemand reageert. Na 2 weken wordt die aanmelding doorgevoerd. Ze zeggen van, oké, geen reactie. Dan gaan we ervan dat je akkoord bent. Dat staat ook in de mail, hoor, dat je dus binnen 2 weken moet reageren. Bij een afwijkende verdeling werkt dat niet zo. Zoals we niet gebruik maken van die standaard verdeelsleutel en ik meld een werk aan en mijn bandleden zouden niet reageren, dan blijft die aanmelding dus hangen. Net zolang dat iedereen daar zijn akkoord op gegeven heeft. En dat akkoord geven en dat meeliften op elkaars aanmeldingen, dat je gewoon akkoord kan geven en het daarmee dus ook aangemeld hebt. Dat werkt alleen voor mensen die bij ons zijn aangesloten. Wat je ook nog moet doen, dat is ook inderdaad goed om even te melden, is geluidsbestanden uploaden. Dat is geen verplicht iets, dus je kan ook gewoon een werk aanmelden zonder geluidsbestand. Maar wij gebruiken die geluidsbestanden voor herkenning op radio en tv. Je moet het zo zien, zo'n geluidsbestand krijgt een digitale vingerafdruk. En met die digitale vingerafdruk kunnen we je muziek herkennen op de radio. En nog tot op de seconde nauwkeurig kunnen we zien hoe lang het gedraaid is. En hoe vaak het gedraaid is. Dan krijg ik wel eens de vraag van, ik heb een liedje wat wel af is en we spelen dat met de band, we spelen dat live. En dat is, de laatste tijd krijg ik die vraag natuurlijk wat minder door omstandigheden, maar dat komt straks allemaal wel weer. Op het moment dat je een werk af hebt en het wordt wel gebruikt, bijvoorbeeld live, kun je het wel gewoon al aanmelden. Heb je nog geen opname, maakt helemaal niet uit. Je kunt een opname later, als je die wel hebt, kun je die aan de bestaande aanmelding toevoegen. En zoals ik al zei, we gebruiken het voor radio en tv. Dus voor live uitvoeringen is het helemaal niet erg als je die soundfile nog niet hebt bijvoorbeeld. Voor online gebruiken we die soundfile ook niet. Dus ook daarvoor is het niet erg als je wel al bijvoorbeeld iets op Spotify hebt staan, maar je hebt nog niet geüpload. Als je hem hebt, doe het liever wel. Maar het is niet gelijk een ramp als je dat niet gelijk doet. Als je op radio en tv gedraaid wordt, is het verstandig om sowieso wel je soundfile te uploaden. Maar dat gewoon scheelt in de herkenning. Je kunt verschillende geluidsbestanden uploaden, niet alleen mp3. Ik heb hier even voor mezelf even een lijstje, wat ik niet uit mijn hoofd namelijk. mp3, WAV, AAC hebben we, vlakbestanden en MVA. Dat zijn de types die je kunt gebruiken om soundfiles te uploaden. Dus je hoeft niet per se te converteren naar mp3. Wat wel met mp3 belangrijk is de bitrate. Dat je minimaal 192 kbps, dus de kwaliteit zeg maar, minimaal 192 kbps om te kunnen gebruiken. Anders is de kwaliteit te laag en dan kunnen we dat niet gebruiken. Ja, en Mark, nog even een vraagje even tussendoor ook. Want je doet het zelf natuurlijk ook aanmelden als lid van Buma Stemra. Het is best wel een lijstje wat je net hebt laten zien wat je allemaal moet doen. Maar in de praktijk, hoe moeilijk is dat nu eigenlijk? Hoeveel werk en hoeveel tijd kost dat nu om zo'n werk aan te melden? Ja, het lijkt nu een hele klus, omdat je nu alle stapjes uitlicht en uitlegt waar je op moet letten, wat je moet doen. Maar in praktijk, als ik nieuwe tracks aanmeld van mijn band, dan ben ik altijd een paar minuutjes bezig, afhankelijk van hoeveel tracks het zijn. Maar dat komt ook omdat we van tevoren afspraken maken over die verdeling. Dus dat is wel een tip, als je werken gaat aanmelden, zorg dat je eerst afspraken maakt over de verdeling. Het komt niet altijd het creatieve proces ten goede. Als je samen muziek aan het schrijven bent, je zit er lekker in, dan wil je niet ineens gaan praten van hoeveel krijg jij, hoeveel krijg ik. Maar het is wel belangrijk om daar afspraken over te maken en het dan aan te melden. Dus dan is het altijd gewoon een kwestie van titel, tijdsduur,
eventueel een geluidsbestand en iedereen geeft zijn akkoord en dan is het eigenlijk aangemeld. Dus het valt reuze mee. Het is niet heel veel werk. Nou, dat is goed om te horen in ieder geval. Hey, en een vraag even tussendoor van onze meekijkers. Liz van den Akker, als je nou een werk aangemeld hebt, hoeveel jaar terug kan je dan daar nog geld voor krijgen? Hoe werkt dat nu? Hangt er ook een beetje vanaf wanneer je lid geworden bent. Er zitten natuurlijk deadlines aan het aanmelden van werken voor bepaald gebruik. Want op een gegeven moment gaan we het verwerken en dan voor die tijd moet het aangemeld zijn. Natuurlijk, om dat mee te kunnen nemen. Maar eigenlijk praten we dus voornamelijk van voor hoeveel gebruik, hoe ver terug heb je nog recht erop. Als je dit jaar lid geworden bent, 1 januari 2021, dan kun je dus ook vanaf 1 januari 2021... kun je pas vergoedingen krijgen voor het gebruik van je werken. Dan is het sowieso van belang eigenlijk dat je het dit jaar aanmeldt. Ik weet de exacte deadline, weet jij dat nog, Esther? Dat was hoeveel maanden? Kijk hoor. Want, hoe bedoel je? Nou, wanneer je werken uiterlijk aangemeld moet hebben. Ja, dat is voor gebruik in 2021, is dat 1 juli 2022. Dus daar heb je nog wel even de tijd voor. Dat is de uiterste datum om je werk aan te melden. Als je nu pas dit jaar lid bent, kan je dus geen gebruik meer of geen geld ontvangen voor gebruik uit 2020. En dat zijn we nu bezig met afrekenen. Dus dan heb je nog iets meer dan een jaar de tijd om je werk aan te melden. Om alles uit 2021 op je afrekening te krijgen. En dan zag ik ook nog een leuke vraag, een goede vraag ook, van Frank den Bakker. Ja. Als je een bewerking van een lied maakt, kun je de verdeelsleutel dus invoeren in het systeem. En dan krijgt deze persoon vanuit Buma Stemra de vraag of ze akkoord zijn. Ja, dat is niet helemaal hoe het werkt. Dat stukje, daar wilden we eigenlijk nu naartoe. Dus die vraag komt wel op een mooi tijdstip. Ik wilde net een stukje gaan vertellen over hoe werkt het nou met covers, bewerkingen, samplegebruik, dat soort dingen. Daar krijgen we heel veel vragen over. Voordat ik deze vraag beantwoord, denk ik dat het goed is om even uit te leggen het verschil tussen een cover en een bewerking of remix. Want daar bestaat vaak wat onduidelijkheid over, merk ik, aan de vragen die ik krijg. Wanneer maak je nou een cover? Een cover, we spreken eigenlijk van een cover als je de originele compositie aanhoudt en ook de originele tekst. Dat is een cover en dat kun je in principe gewoon doen. Je moet wel de originele rechthebbende natuurlijk noemen, want jij bent niet de rechthebbende. Je kunt het doorgeven op je setlijst als je dus covers speelt. Setlijsten gaan we straks nog een stukje over hebben. Maar zodra je daar een bewerking van maakt. Die vraag krijgen we wel eens. We maken covers en dan vraag je een beetje door. Dus van, doe je daar ook een beetje je eigen flavor eroverheen, een beetje je eigen stijl. En dan is het vaak zo van, ja, we doen een beetje ons eigen ding. Dan is het eigenlijk een bewerking. En voor een bewerking heb je daadwerkelijk toestemming nodig van de makers van het originele werk. Een bewerking kun je niet zomaar bij Buma Stemra aanmelden. Dus om op de vraag terug te komen, als je een bewerking van een lied maakt, kun je de verdeelsleutel dus invoeren in het systeem. En deze krijgt vanuit ons de vraag of ze akkoord zijn. Dat werkt niet zo. Je kunt alleen een werk aanmelden en de mederechthebbende, die kan inderdaad zien van, goh, dit is aangemeld, ben ik hiermee akkoord, dan meld ik het aan. Dus klik op akkoord en daarmee meld ik het ook aan. Het akkoord vragen voor het maken van een bewerking, dat gaat niet via Buma Stemra. Daarvoor zul je dus echt de originele rechthebbende moeten benaderen. Dat is in praktijk natuurlijk wel eens lastig. Maar zeker als het om wat bekendere titels gaat, zit daar vaak een uitgever achter die het vertegenwoordigt. En je kunt bijvoorbeeld op bumastemra.nl in de titelcatalogus kijken. En dan kun je zien wie de rechthebbenden van een bepaalde track zijn. En ook of die vertegenwoordigd wordt door een uitgever. En als dat zo is, dan kun je doorklikken naar de contactgegevens. En dan kun je die uitgever dus benaderen en aangeven van, goh, ik heb een bewerking gemaakt. Ik wil een bewerking maken van deze titel. Zijn jullie ermee akkoord? En dan is het nog zo dat als je een bewerking maakt, stel je krijgt een toestemming vanuit de uitgever, je mag die bewerking maken. Dat betekent nog steeds niet dat je het zomaar Buma Stemra kunt aanmelden. Als je een bewerking maakt, namelijk met toestemming, ben je niet de auteursrechthebbende van die bewerking. De auteursrechten van de door jou gemaakte bewerking liggen bij de makers van het origineel. Dus in dat opzicht kun je het dan ook niet bij ons aanmelden, want je bent niet rechthebbende. Dat klinkt misschien een beetje gek, omdat jij die bewerking hebt gemaakt. Maar voor een bewerking geldt dat de rechten bij de originele makers liggen.
Anders wordt het als je naast toestemming voor het maken van de bewerking ook autorisatie krijgt. Autorisatie wil eigenlijk zeggen dat je mee mag delen in de rechten als bewerker bijvoorbeeld. Als dat het geval is, dan heb je dus wel een stukje auteursrecht in die bewerking. En dan kun je het wel bij Buma Stemra aanmelden. In tegenstelling tot covers, zeg maar, en bewerkingen waar je geen autorisatie voor hebt. Want je bent nu deels auteursrechthebbende door die autorisatie. Het enige is, als je dat aanmeldt bij ons, dan moet daar een bewijs van autorisatie bij zitten. En dat is meestal in de vorm van een contract eigenlijk. Wat jij hebt met de originele rechthebbende. Waar duidelijk in staat dat jij die bewerking mag maken. En dat jij er ook mag meedelen in het auteursrecht hiervan. En nogmaals, meestal gaat dat via de uitgever. Ja, want ik zie ook nog twee vragen in de comments staan. Hoe je een cover moet registreren, moet ik een cover ook aanmelden? Dus misschien nog even extra verduidelijken. Een cover hoef je dus niet aan te melden, omdat je geen rechthebbende in dat werk bent. Het verschil tussen niet aanmelden als rechthebbende, maar wel opgeven op je setlijst. Daar komen we zo meteen nog op terug. Dus je kan het in je opgaves wel doen, want je speelt bijvoorbeeld een liedje van de ander. Maar je mag jezelf niet noemen als rechthebbende in een uiting van die track, zeg maar. En ja, niet als rechthebbende bij ons aanmelden, want je hebt geen auteursrecht erop. Nee, klopt. Dus alleen een bewerking aanmelden als je naast de toestemming, die je dan natuurlijk moet regelen, ook autorisatie hebt geregeld. Dus, en dan kun je het aanmelden met een bewijs van die autorisatie. Dus meestal in de vorm van een contract eigenlijk ondertekend door alle partijen, waarin staat dat je inderdaad een auteursrechtenaandeel hebt in die bewerking. En dan zie ik nog een goede vraag voorbij komen van Stephen Henry Music. Hoe zit het met de rechten op een bewerking van een compositie waarvan de componist meer dan 70 jaar overleden is? 70 jaar geleden. Als een werk inderdaad 70 jaar geleden de originele rechthebbenden zijn overleden, dan is het eigenlijk dus rechtenvrij. Dat heet een DP-werk, een domein publiek. En dat betekent dat, omdat het rechtenvrij is, mag jij dat jouw bewerking dus wel aanmelden. En dan krijg je daar ook dus de rechten voor uitbetaald. Wat wel iets is waar je wel goed op moet letten met dat soort dingen. Dat zie je ook bij klassieke stukken vaak. Dat is van, een bewerking van iets van Beethoven. Nou, natuurlijk, het werk van Beethoven is inmiddels rechtenvrij. Maar er zijn meer mensen die muziek bewerken. Dus soms kan het, soms onbewust, dan denk jij dat je het origineel aan het bewerken bent. Maar ben je eigenlijk een arrangement aan het bewerken wat iemand anders daarvan gemaakt heeft. En dan rust daar dus wel auteursrecht op. En dan heb je dus wel dat je dus die toestemming moet hebben. Want het is niet meer rechtenvrij dan. Dus je moet altijd zorgen als jij zegt van ik maak een bewerking van een muziekwerk van een auteur die langer dan 70 jaar geleden is overleden. Dat je zeker weet dat je het origineel aan het bewerken bent en niet per ongeluk een arrangement van iemand anders van het originele stuk. Ja. En dan zie ik hier ook nog een vraag van C. Hedox. Bij wie of welke organisatie moet je de covers dan wel melden? Daar komen we ook later nog wel op terug. Maar in dit geval, als je een cover speelt als uitvoerende en je neemt hem op in de studio bijvoorbeeld, dan kan je daarvoor terecht bij Sena. Even kijken, dan zijn we denk ik voor nu door de vragen heen over dit onderwerp. Dus gaan we door naar het volgende stukje. Kort heeft Mark het al genoemd ook, hè? Setlijsten. Als je optreedt, stuur dan je setlijsten op. Dat kan via de setlijsten-app of via een Excel. Op dit moment kan het helaas alleen via de Excel, omdat de setlijsten-app is afgesloten vanwege wat onderhoud. Maar begin volgende maand zou dat allemaal weer verholpen moeten zijn en zou die weer goed moeten werken. Die app die kan je gewoon downloaden vanuit de App Store en dan kan je daar je optredens en je setlijsten dus aan ons doorgeven. En ik zag ook een vraag even kijken. Hoe gaan jullie na of een ander mijn liedjes gebruikt van Bram Bunk? Nou, dat sluit hier wel een beetje bij aan. Iedereen die optreedt of dan wel de organisator van een optreden, die moet onze setlijsten sturen van alle werken die worden gespeeld. En op die manier weten we dus ook als iemand anders jouw liedje heeft gespeeld. En krijg je daar via dus die setlijst die wij doorkrijgen de betaling voor. Want we keren dus niet uit aan uitvoerend artiesten. Dat is echt voor Sena. Alleen aan de makers van de werken. Dus op die manier krijgen we die informatie door.
En daarom ook van belang, als je naast je eigen muziek ook covers speelt, maak die setlijst wel compleet. Dus noem ook die covers, want als wij incasseren voor een optreden wat je hebt gedaan, en je hebt daar liedjes van anderen gespeeld, is het wel belangrijk dat zij hun aandeel daarin krijgen. Dus ook al je covers, dat wat ik net ook probeerde te zeggen, hè, zet die covers gewoon op je setlijst. Dus lever een complete setlijst aan, waar je eigen werk op staat, maar ook covers als je die speelt. Of als je alleen covers speelt, dan dat kan natuurlijk ook, hè, dat je een avond covers speelt. Lever dan alsnog je setlijst in. Ik heb wel eens de vraag gekregen van, goh, maar hè, als ik dan covers inlever dan, of aanlever, dan moet ik daarvoor aan Buma Stemra betalen bijvoorbeeld. Dat verhaal gaat wel eens in de ronde. Dat is niet het geval. Ook als je een avond alleen maar covers speelt, kun je gewoon je setlijst aanleveren. Dat kost jou niks, maar de vergoedingen die wij incasseren voor het optreden komen wel bij de juiste mensen terecht. De organisator van het optreden, die doet de auteursrechtenafdracht. De setlijsten die laten ons weten waar dat geld dan naartoe moet. Ja, precies. En het werkt natuurlijk twee kanten op. Hè? Jij geeft dan de ander op, hè? De covers die je hebt gespeeld. En een ander doet dat in zijn geval ook als hij een liedje van jou speelt. En krijg jij dat geld daarvoor. Dan hebben we nog wel een klein verschil met de dance events die natuurlijk ook zijn in Nederland. Die gaan niet via setlijsten. Dus die uitbetalingen die verlopen via zo'n geluidsbestand wat je moet uploaden. En dat verloopt via DJ Monitor. Dat is een externe partij die voor ons dus die dance events fingerprint. En zorgt dat we weten welke muziek daar wordt gespeeld. Dus de soundfiles die moet je dan ook uploaden bij DJ Monitor om een betaling te krijgen voor een dance event. In het geval jouw werk daar wordt gespeeld. Niet te verwarren dus ook met de soundfiles die je bij ons uploadt in je aanmelding, want dat is dus voor radio en tv gebruik. DJ Monitor is zelf geen onderdeel van Buma Stemra. Dus een organisatie die kan besluiten van ik wil met DJ Monitor in zee om het te laten monitoren zodat al die gegevens naar Buma gaan. Je moet wel zelf je tracks uploaden met DJ Monitor. Het is niet zo dat je dat bij ons uploadt, dat wij dat dan kunnen doorsturen naar DJ Monitor. Klopt. Gaan we naar de volgende slide. Er zitten nog wat vragen tussen van mensen die we nog niet hebben beantwoord. Maar zoals gezegd, aan het eind van de presentatie hebben we ook nog ruimte voor vragen. En dan nemen we die ook gelijk nog mee. Dan hebben we natuurlijk nu een gehad over wat je zelf kan en moet doen. Dus je werk aanmelden, geluidsbestanden uploaden, setlijsten inleveren. Dan doet Buma Stemra natuurlijk ook nog het een en het ander om ervoor te zorgen dat het geld op jouw rekening terechtkomt. Wij verwerken dus het muziekgebruik wat wij ontvangen via dus de soundfiles, de geluidsbestanden die worden herkend. De setlijsten die we ontvangen, we krijgen informatie van de DSP's voor online gebruik. Aantallen verkopen van eventueel cd's of vinyl als jouw werken daarop staan. Die verwerken we allemaal en dat koppelen we aan, dus de aanmelding van jouw werk. Vandaar dat het belang van die aanmelding en die tijdige aanmelding ook zo belangrijk is. Want als we gebruik hebben, dan willen we dat gelijk natuurlijk koppelen aan het werk wat je hebt aangemeld, zodat we het kunnen klaarzetten voor een eerst volgende afrekening. En we keren het nou meerdere keren per jaar uit. En het meeste doen we per kwartaal. En voor uitzendingen op radio en televisie en voor live optredens, daar zijn we afgelopen december dus mee begonnen om dat ook per kwartaal uit te betalen. Dus afgelopen december zijn we gestart met het eerste kwartaal van 2020. En in maart hebben we het tweede kwartaal uitbetaald. Nu deze week in juni het derde kwartaal. In september het vierde kwartaal. En in december beginnen we dan weer opnieuw met het eerste kwartaal van 2021. Dus dat krijg je allemaal per kwartaal uitbetaald. Online gebruik, dat deden we al per kwartaal uitbetalen, net zoals het gebruik uit het buitenland. Dus daar gaan we gewoon mee door, blijft per kwartaal, maar dat deden we al. De verkopen van cd's en vinyl en dergelijke, dat gaat één keer per half jaar. En als je een commentaar hebt ingediend, en daar gaat Mark straks ook nog het een en ander over vertellen, daarvoor kunnen we een correctie zelfs per maand aan je uitbetalen. Dus zo zie je maar, dus er zijn meerdere betaalmomenten per jaar waar je rekening mee moet houden, dat die er zijn. En daar dus ook het belang van tijdig en snel aanmelden om het geld zo snel mogelijk op je rekening te kunnen krijgen. Misschien ook handig om even te melden dat voor gebruik in het buitenland, wij keren natuurlijk ieder kwartaal keren wij buitenland gebruik uit.
Maar voor veel zaken zijn we dus in het buitenland afhankelijk van de zusterorganisaties daar. Dus die moeten het incasseren. Die moeten het in een distributie verwerken en uitkeren naar ons. En wij kunnen het dan in de eerstvolgende kwartaaldistributie meenemen. Maar we zijn dus wel afhankelijk van de zusterorganisatie daar. Dus het kan best zijn dat het soms langer duurt als je werk in het buitenland gebruikt wordt. Omdat wij pas het geld krijgen als hun het verwerkt hebben en naar ons overmaken. En dan pas kunnen wij het met een eerstvolgende kwartaaldistributie meenemen en aan je uitkeren. Ja, nee, dat klopt. Dus er zit inderdaad een iets langere doorlooptijd tussen. Als je het vergelijkt met het gebruik wat we in Nederland uitbetalen. Want dat gaat een stuk sneller. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Ik zie hier wel een vraagje over auteursgelden over LP's en CD's van MyBlue van Utrecht. Of het ook via Buma uitgekeerd wordt. Daar staat nog onder of moet je hiervoor een Stemra-account hebben. Stemra houdt zich natuurlijk bezig met mechanische vastleggingen. En een persing van een LP of een CD, dat is een mechanische vastlegging. Dus daarvoor moet je lid zijn bij Stemra om daar via ons vergoedingen voor te krijgen. Dat krijg je niet via Buma. Ja. En ik weet niet of je bedoelt een lidmaatschap van Stemra of het Mijn Buma Stemra account. Want als je een account voor Mijn Buma Stemra aanmaakt, dan geldt dat natuurlijk voor beide partijen, Buma en Stemra. Lidmaatschap, ja, je hebt en Buma en Stemra. En als je inderdaad voor verkopen van cd's geld wilt ontvangen, dan moet je dus ook Stemra lid zijn. Je kiest als je lid wordt, dan kies je natuurlijk of je lid wordt van, als het goed is, hebben jullie het allemaal voorbij zien komen toen je lid werden. Kies je van, word je lid van Buma, Stemra of Buma en Stemra. Dus ja, daarvoor moet je wel ook of ook lid zijn van Buma Stemra. Ja, en ik zie nog een leuke vraag van MyBlue van Utrecht. Ik begrijp dat zetlijsten nu opgegeven moeten worden via een Excel-lijst. Waar kan ik het format voor vinden? En kan ik ook de auteursrechten over 2019 nog uitgekeerd krijgen? Nou, ik weet niet vanaf wanneer MyBlue van Utrecht, wanneer jij lid was. Als je lid bent geworden dit jaar, dan kun je geen setlijsten indienen nog van 2019. Dus het is, als je dit jaar lid bent geworden, of al ben je vorig jaar lid geworden, dan is het 2020. En dan kun je ook niet in aanmerking komen voor 2019 nog. Dat format, wel je covers opgeven natuurlijk. Hè? Dus als je covers speelt, dan dus wel die setlijsten insturen. Ik zie een opmerking dat hij al lang lid is. Als je al lang lid bent, je kunt tot Core Live optredens, kun je dat maximaal, even uit mijn hoofd, 3 jaar terug, kun je nog opgeven. Zeker. Dus dan kan dat nog. Dat betekent dat je, misschien even snel, Mark, sorry dat ik je onderbreek, maar dat betekent dat je 2018, 2019 en 20 nog kan opgeven. Voor je optredens. Die kunnen nog uitbetaald worden. Als je al zo lang lid bent ook dan. En dat formulier, dat kun je terugvinden op je Mijn Buma Stemra account. Je hebt een kopje berichten. Daar staan altijd belangrijke mededelingen. Er staat nu ook bijvoorbeeld dat de setlijst app tijdelijk buiten gebruik is, de onderhoud. En er staat dan ook een linkje naar het Excel formulier, zodat je die kunt downloaden en kunt gebruiken. Advies, als je via die weg dus je setlijsten aanlevert, bewaar zelf een ingevuld exemplaar. Om je afrekeningen te kunnen controleren. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Ja, dan ga je gelijk door, Mark. Dat bedoel ik nu eigenlijk, ja. er zijn nog meer dingen. Hè? Wat moet je nog naast je werken aanmelden, setlijsten doorgeven? Moet je nog meer zelf doen? Aan de achterkant van het proces zit ook nog afrekeningen controleren. Er kan altijd iets zijn waardoor we gebruik niet hebben kunnen uitkeren. Omdat of een werk bleek niet goed aangemeld te zijn, of het gebruik was niet goed doorgegeven, of er waren tegenstrijdige aanmeldingen. Er zijn altijd situaties voorkomen waardoor we bepaald gebruik niet kunnen uitkeren. Het is van belang om als je een uitkering hebt gekregen, om even te checken of je alles hebt. Want zo niet, dan moet het onderzocht worden. En dan gaan we, dan wordt er gekeken of het terecht is. En indien ja, draaien we een correctieafrekening, zoals het dan heet. En dat doe je door middel van het indienen van een commentaar. Afrekening controleren, dat kun je doen door op je account bij het kopje afrekeningen te kijken. Dat spreekt best wel voor zich natuurlijk. Dan zie je precies wat je hebt gekregen. In welke type afrekeningen. Dus is het een afrekening van live gebruik of radio-tv gebruik. En dan kun je daarop klikken. En dan wordt het weer onderverdeeld in live gebruik. Bijvoorbeeld van grote evenementen, kleine evenementen, noem maar op. Je kunt eigenlijk steeds verder doorklikken tot je uiteindelijk op titelniveau ziet wat je hebt gekregen. Dus per titel
zoveel x-bedrag. Om even het voorbeeldje voor live uitvoeringen te nemen. Bewaar zelf een ingevuld exemplaar van die Excel-sheet. Dus als jij weet van, nou, ik heb, ik noem maar even wat, 8 optredens doorgegeven. In die bepaalde periode die nu uitgekeerd wordt. En ik heb daar zoveel setlijst gespeeld met deze titel erin. Dan kijk je op je afrekeningen en je ziet daar maar 5 keer gebruik achter die titel staan. Kijk, dat zou iets zijn waarvoor je dus een commentaar in dienst van, goh, ik heb setlijsten ingeleverd, deze en deze track zijn dus 8 keer gespeeld in deze setlijsten. Aan de hand van deze setlijsten. Maar ik heb maar 5 keer uitgekeerd gekregen. En dan de afdeling commentaren is de afdeling die dat onderzoekt en indien terecht corrigeert. Een commentaar indienen, dat gaat in de meeste gevallen nog niet via mijn Buurman Stemra. Ze zijn nu wel bezig met een pilot, dus het kan zijn dat sommige mensen dat wel al kunnen, maar de meeste mensen zullen dat nog niet kunnen. Dat komt zeer binnenkort, als het goed is. Dat in de zomer, ja. Okay, deze zomer wordt dat live gezet, ja. Tot die tijd kun je dat per e-mail doen. Een e-mail sturen naar commentaren. @buurmanstemra.nl. Wat even van belang is om daar wel in te zetten, sowieso om welke titels het gaat. Als je een e-mailtje stuurt van, ja, ik mis iets, daar kunnen we niet zo heel veel mee, zeg maar. Dan moeten we wel een beetje gericht kunnen hebben. Oké, wat mis je dan precies? Want dan kunnen we gericht gaan zoeken. Onderzoeken eigenlijk, gericht gaan onderzoeken. Dus titel, het type gebruik. Hè, is dat online gebruik? Zijn het live optredens? Of is dat radio geweest? En de periode van gebruik. In dit geval van buitenland ook aangeven inderdaad, hè, waar is het gebruikt dan? Is het in Engeland geweest of hè, ik noem maar wat, of in welk programma? Dus dat soort informatie moet je dan per e-mail aanleveren. De afdeling commentaren gaat het dan voor je onderzoeken. En als het inderdaad terecht blijkt, dan wordt er een correctieafrekening gedraaid. Dus controleer je afrekeningen. Verder kun je je afrekeningen dus terugzien. Je kunt ook maandstaatjes kun je uitdraaien. Rekening courant overzichten worden dat ook wel genoemd. Op dit moment kun je dat alleen in een Excel formaat doen. Aan de ene kant heel handig, want je kunt dus gewoon 1 afrekening uitdraaien in Excel. En dan kun je precies zien wat je gekregen hebt. Je kunt filteren in dat bestand. Dus je kan zelf filteren naar wat je wilt zien. We krijgen echter wel vaak de vraag van, goh, hè, mijn boekhouder regelt dit. En die vindt het prettiger als het gewoon in een PDF-formaatje is. Want het is gewoon handiger werken. Dus daar zijn we mee bezig. En het zal in de toekomst ook mogelijk zijn om een rekening courant overzicht of een afrekenoverzicht gewoon in PDF uit te draaien. Dat werkt een stuk eenvoudiger. Dat komt eraan. Verder kun je natuurlijk ook je jaaropgaves terugvinden. Dus als je de belastingaangifte weer moet doen. Dan heb je jaaropgave nodig. En die vind je ook bij afrekeningen. Er staat dan links een apart kopje jaaropgave. Ja, je kunt het eigenlijk niet missen. En dan kun je je jaaropgave downloaden. En verder is het, hou vooral je gegevens up-to-date. Ja, je kunt je contactgegevens inzien. Je kunt het daar aanpassen. Hou het up-to-date. Hè. Als we jou proberen te informeren, doen we vaak door middel van nieuwsbrieven. Als er belangrijke dingen zijn. Zorg dat die gegevens, je e-mailgegevens, dat het up-to-date is. Zodat we je kunnen bereiken met dat soort belangrijke berichten. Je kunt heel veel dingen aanpassen. Je kunt je rekeningnummer nog niet aanpassen daar. Daar krijg ik ook al veel vragen over. Van, goh, hoe moet dat nou? Dat gaat wel komen. Daar zijn ze mee bezig om het zo te krijgen dat je dat gewoon via Mijn Buurman Stemra direct online kunt regelen. Dat kan op dit moment nog niet. Dus op dit moment als je je bankrekeningnummer wilt wijzigen, dan zul je ons een e-mailtje moeten sturen naar info@buurmanstemra.nl. Dan komt bij mij of een van mijn directe collega's terecht. Ik kan gelijk wel vertellen wat erbij moet zitten. Is een kopie bankpas of een kopie bankafschrift. Bedrag kun je uiteraard zwart maken, dat hoeven we allemaal niet te weten. Een printscreen van internetbankieren, dat kan ook. Maak je ook gewoon de bedragen, haal je weg. Wat voor ons van belang is zo'n soort document van de bank. Waar het bankrekeningnummer op staat en de naamstelling. Dat is voor ons belangrijk om het te kunnen verwerken. Dat kun je gewoon per e-mail sturen en dan kunnen we het gewoon voor je aanpassen. Ja, dan nog even een klein stukje uitleg over Buurman Stemra, Sena en Norma. Daar krijgen we ook best veel vragen over. Is ook lastig, want het lijkt allemaal een beetje op elkaar, maar het is toch weer net anders. Buurman Stemra die betaalt dus aan jullie voor de auteursrechten. Sena en Norma doen dat voor de naburige rechten. En daar zit nou het verschil in. En de overeenkomst is dat we alle drie de organisaties dus geld incasseren voor muziekgebruik en dat uitbetalen.
Alleen Buma Stemra doet dat dus voor de makers van het werk. En Sena en Norma doen dat voor de artiesten of de producers. Sena die doet het dus voor uitvoerend artiesten en producenten. Dus als je de zanger bent van een band, of je bent een sessiemuzikant, dan kun je daar dus geld voor ontvangen bij Sena. Dus daar gaat het meer om van wie heeft nu het liedje uitgevoerd. Dus dan kan je op de website van Sena daar meer informatie over terugvinden. Norma doet het ook voor uitvoerende muzikanten. Zij doen dat eigenlijk voor uitvoerende kunstenaars. Dat is nog weer een verschil even met Buma Stemra en Sena. Zij doen dat dus ook bijvoorbeeld voor acteurs. Maar ook dus voor mensen die muziek maken. Dan moet je dus op tv komen. Hè? Dus Buma Stemra en Sena die keren dan ook nog uit voor muziekgebruik op radio of televisie. Maar Norma doet het alleen maar op televisie. En je moet dus met je gezicht op tv zijn geweest. Daar je liedje dus spelen. Dus je kan ook niet aan een spelprogramma meedoen en zeggen, ja, maar ik ben ook muzikant en ik ben op tv geweest, ik wil geld. Nee, je moet wel echt jouw liedje daar spelen. Dus als je de Uitmarkt bijvoorbeeld speelt en je komt op tv, dan kun je dat dus claimen. En het verschil met Buma en Stemra en Sena is dat wij dus dat gebruik op radio en televisie via zo'n geluidsbestand voor jullie herkennen en uitbetalen. Norma doet het dus op basis van dat je op de televisie bent geweest en er is nog geen gezichtsherkenningprogramma. Dus dat gebruik moet je altijd zelf claimen. Maar het loont dus zeker ook om daar lid te worden, om te kijken van hè, als je op radio of televisie bent geweest, wat kan ik dan ook nog daar aan geld voor ontvangen? We hebben een samenwerking ook met deze. Sorry, Mark, nog een klein stukje nog en dan mag jij weer. Ik laat je gewoon even gaan, ja, tuurlijk. Samenwerking ook, dat heet Music Rights on Tour. Dat wordt vertegenwoordigd door alle drie de organisaties. Deze zomer wordt er een website ook gelanceerd. En dan kan je van alle drie de organisaties daar de basisinformatie terugvinden. En dan doorklikken naar de websites van iedere organisatie afzonderlijk voor meer informatie. Maar hou het goed in de gaten en kijk op de sites nu al om te zien of je daar geld hebt liggen. Want lidmaatschap daar is gratis. Dus het zou zonde zijn als je daar dus ja, geld eigenlijk laat liggen en het niet claimt. Mark. Helemaal mee eens. Waar ik op in wilde haken, ik hoor je de term producer zeggen. Ik denk, misschien is dat wel goed om even nog een keer te benoemen. Ja, want producer, die term hoor ik heel vaak aan de telefoon. Ik ben producer. En dat betekent vaak in de regel, dat kan van alles zijn. Producer, als je een producer bent, als in je hebt het gemixt, gemasterd. En in die termen ben je producer, je bent master-eigenaar. Dan inderdaad kun je bij de Sena bijvoorbeeld terecht. Ja, maar zeker. Als je, ik krijg ook wel eens mensen aan de lijn zeggen, ik ben producer. En dan vraag je een beetje door. En dan maken ze bijvoorbeeld beats. Als je beats maakt, dan schrijf je eigenlijk gewoon muziek. Dus in Buma Stemra termen ben je dan componist. Maar ja, dat wordt dan producer genoemd. Maar in dat geval ben je dus wel bij ons aan het goede adres. Dus het is, term producer vind ik altijd een beetje lastig, omdat het voor meerdere dingen eigenlijk in praktijk gebruikt wordt. Ja. Maar dat is wel een goed verschil om duidelijk te hebben. En ik zag nog een interessante vraag van Ariane 115. Die vraagt, wat gebeurt er als je een lied met tekst en melodie in een boek laat publiceren? Wat het nu over verschillende rechtsvormen hebben. We hebben natuurlijk, hè, Buma Stemra doet auteursrecht. Sena en Norma doen naburig recht. Dit valt onder auteursrecht. Alleen heel specifiek valt het onder grafisch reproductierecht. En dat is nou net een rechtssoort die Buma Stemra niet exploiteert, om het zo te zeggen. Dus wij incasseren niet voor gebruik in printvorm. Of het nou in een boek is, of op een t-shirt, of op een poster, bij wijze van spreken. Daar incasseren wij niets voor. Vaak worden dit soort dingen rechtstreeks met uitgevers geregeld. Ik weet dat de FEMU zich hier ook mee bezighoudt. Ik ben er niet helemaal in thuis, omdat het is niet iets wat wij zelf exploiteren. Maar over dit soort dingen kun je waarschijnlijk wat meer informatie vinden op FEMU.nl. Omdat zij zich bezighouden met grafisch reproductierecht. Ik zie hier ook staan, ik bedoel hierbij een eigen gemaakt lied met eigen tekst en melodie. Via Buma Stemra zal er niks mee gebeuren als je dat in een boekvorm laat publiceren. Omdat wij interesseren daar niet voor. Ik zie trouwens nog een vraag, die is al wat eerder gesteld. Die hebben we nog niet beantwoord, die kunnen we nu mooi wel even oppakken. Die is van Bram Bunk, dat gaat nog over aanmelden van werken. Hij zegt, ik stuur alleen demo's, nog geen definitieve versies.
Nou, als je natuurlijk een werk wilt aanmelden en het is nog niet helemaal af. Ja, je kan hem dus gewoon al aanmelden voor de verdeling. En later een geluidsbestand toevoegen als je hem definitief hebt gemaakt. Ja. Dat is altijd mogelijk. Het is niet erg als je een demo wel geüpload hebt inderdaad. Want nogmaals, we gebruiken die soundfiles voor herkenning op radio en tv. Als jouw demo op radio tv gedraaid wordt, kunnen we hem op die manier makkelijk herkennen. Zeg je nou, het is een demo, die wordt er niet op radio tv gedraaid, dan hoef je hem in principe niet te uploaden. Dan kun je ook wachten tot je bijvoorbeeld een gemasterde finale versie hebt, die hebben van je weet, die wordt wel gedraaid. Maar het kan geen kwaad, want het is, je kunt gewoon meerdere geluidsbestanden, dat is ook wel goed om te melden, meerdere geluidsbestanden bij één werk aanmelden. Je kan ook bijvoorbeeld misschien een instrumental versie hebben en verschillende versies hebben die wel dezelfde rechtenverdeling hebben. Die kun je gewoon uploaden onder dezelfde aanmelding. Dat is geen probleem. En wat misschien ook nog goed is om even erbij te vermelden, als je werk dus aanmeldt bij Buma Stemra, dan is het daarmee niet beschermd. Dus voor plagiaat kwesties. Misschien kun jij daar ook nog iets extra's over vertellen, Mark? Ja, er zit, je moet eigenlijk zo zien, een aanmelding bij Buma Stemra is niet een bewijs van makerschap, laat ik het zo zeggen. Het is geen bewijs van makerschap. Dus je hebt het enige wat het is, je meldt het bij ons aan. En daarmee geef jij aan ons aan van, dit heb ik geschreven, dit is de rechtenverdeling. Of wij hebben dit geschreven, dit is de rechtenverdeling. En op basis daarvan gaan wij voor jou incasseren. We gaan ervan uit dat dat gewoon klopt. Want daar heb je slotverrekening voor getekend. Maar het is niet een bewijs van makerschap. Als je dat wilt... Zoals Echter al zei, als je een nieuw origineel werk schrijft, dan heb je automatisch daar het auteursrecht op. Alleen, als jij een liedje hebt geschreven en ik heb het gehoord en ik kon er buiten toe, ja, dat is mijn liedje. Ja, dan kan je wel je auteursrecht hebben, maar ja, bewijs maar dat jij eerder bent dan ik. Als je daar iets mee wilt doen, dan kun je het bijvoorbeeld vastleggen bij een e-depot. En een voorbeeld daarvan is het Benelux Bureau voor het Intellectuele Eigendom. Helemaal vol. Maar daar kun je dus zoiets vastleggen. En dan krijg je, noem het een datumstempel. Waarmee je kunt aantonen van, nou, dit was vanaf dat moment in mijn bezit. Ik heb dit gemaakt. En alle versies daarna zijn daarop gebaseerd. Ik was toen de eerste. Wat ook nog kan is vastleggen bij een notaris. Ik weet niet wat de precieze kosten daarvan zijn. Maar dat is vrij, ik weet dat het vrij prijzig is, zeg maar. Dus is een e-depot is een... ik weet niet of daar kosten aan zitten uit mijn hoofd, maar een e-depot is... Er zitten wel kosten aan, maar het is wel goedkoper dan een notaris. Ja. Oké. Klopt. Dus, en het Benelux Bureau voor het Intellectuele Eigendom, de website daarvan is misschien wel handig om even te noemen. Dat is www.boip, Bernard Otto Isaac Pieter, .int van International. Daar vind je daar meer informatie over. Dan zie ik nog een vraag. En we hebben hem wel half al, denk ik, een beetje besproken. Maar misschien niet helemaal duidelijk genoeg. Wat als je gastvocalen hebt geleverd aan een band in het buitenland? Dan ben je geen componist of tekstschrijver. Hoe voer je dat dan in? Mark, je hebt er natuurlijk al een stukje over verteld. Als je natuurlijk geen rechthebbende bent in een werk, dan hoef je het bij Buma Stemra niet aan te melden. Maar ik denk wel dat je dat bij Sena kan aanmelden. Want dan ben je dus achtergrondzangeres. In dit geval. En daarvoor kan je dus bij Sena wel weer een stukje geld krijgen. Ja, je bent in die vorm ben je uitvoerend artiest. Precies. Dus je bent geen auteur, dus bij ons aanmelden hoeft niet. Maar Sena incasseert voor de uitvoerend artiest. Dus daarvoor zou je inderdaad bij hun wel kunnen aankloppen. Ja. Even kijken. Nou, ik zie geen vragen volgens mij meer ertussen staan. Zijn er nog vragen? We zijn er nu nog. Waren wij zo duidelijk. Dat kan ook. Mocht je nou, we sluiten hem straks af en je denkt, verdorie, ik had toch nog een vraag vergeten. Je kan altijd je vraag mailen naar info@bumastemra.nl of ons bellen. Dan staan we natuurlijk met z'n allen klaar voor jullie om die vragen te beantwoorden. Dat kan altijd, ja. Ik wil dus altijd contacten. Ja. Geen nabranders, zie ik. Even kijken. Nee, volgens mij niet. Nou, we hebben ook wel heel veel verteld. Dus nogmaals, ik snap dat misschien later nog een vraag. Ik zie er nog eentje binnenkomen van Bram Bunk. Als ik bij jullie een liedje aanmeld, dan staat daar toch een datum bij. Ja, dat klopt. De datum van aanmelding, maar die is niet rechtsgeldig. Dus mocht je in een of ander conflict terechtkomen, dan is dat dus niet rechtsgeldig. Dus vandaar het advies.
om het bij BORP of via een notaris dat stukje te regelen. Ja, zeg maar voor een aanmelding om rechtsgeldig te zijn. Er zit nog heel veel juridische haken en ogen aan. Dus vandaar dat de aanmelding bij ons echt voor de exploitatie is en niet rechtsgeldig is in dat opzicht. Ja, klopt. En dan nog een vraag, die kan jij denk ik heel goed beantwoorden, Mark. Iemand is nu alleen Stemra-lid. Even kijken waar die vraag nog gebleven is. Ja, onderin. Ik zijn er extra kosten als je je account aanmeldt? Dan zou ik prima als Stemra. Heel simpel. Nee, die zijn er niet. Het enige is, je moet even bij ons kenbaar maken. We kunnen dan contracten voor je opstellen. Je kunt eventueel, volgens mij, vanaf buurmanstemra.nl een wijzigingsformulier downloaden. Dan kan je precies aangeven hoe je account of hoe je lidmaatschap nu is. En wat je gewijzigd wil hebben, dus wat erbij of wat eraf moet. Ja. Dan gaan wij nieuwe contracten voor je opstellen. Die gaan we je toesturen per post. Die moet je ondertekenen en terugsturen. En dan maken we het rond. Ja, klopt. Kijken. Nou, volgens mij hebben we nu weer alle vragen gehad. Ja, nogmaals, het is natuurlijk een enorme hoeveelheid aan informatie. Dus ja, mocht je op een later moment nog een vraag hebben, schroom niet. Bel of mail ons en dan pakken we hem altijd nog op voor jullie. Geen probleem. En elke keer als ik dat gezegd heb, komt er gewoon toch nog een vraag binnen. Even kijken. Van Steven Henry. Hoe werkt het op YouTube? Ik upload zo nu met een covers en komt er een copyright claim. Er staat bijvoorbeeld ook een video met een compositie van mij. Hoe kan ik daar een copyright claim op leggen? Nou, als het een cover is, dan Buma Stemra die keert natuurlijk uit aan de makers van hun werk. Als je een cover uploadt, geldt eigenlijk hetzelfde als dat je een cover speelt. Dan heb je daar gewoon geen recht op een uitkering vanuit Buma Stemra, want je bent geen maker van dat werk, geen rechthebbende. Je eigen compositie, die wel. Er zijn een aantal voorwaarden aan waar aan moet worden voldaan. Als je bij YouTube werk erop zet. En er moet zo'n een advertentie voor gezet worden, onder andere. Het moet een muziekvideo zijn. Er moet dus 90% muziek in zitten, in die video. En dan, als het aan al die voorwaarden voldoet, en mensen kijken hem ook, dan krijgen wij dat gebruik via YouTube binnen. En dat keren we dan per kwartaal uit in de online distributie. Ik denk dat we nog wat toevoegen. Dat is wanneer wij kunnen incasseren inderdaad en uitkeren. Maar ik denk wat Steven Henning bedoelt is dat er een copyright claim. Hij doet een cover uploaden. Er komt een copyright claim van iemand anders op. Van dit is van mij. Je krijgt er wel eens bijvoorbeeld dat je een claim erop krijgt. Of een takedown notice. Stel iemand anders doet zijn werk op YouTube zetten. Zo interpreteer ik het. Dat de vraag is. Hoe die dan zelf zo'n copyright claim op dat werk kan zetten. Ik heb daar het antwoord niet op, want dat is iets wat buiten ons omgaat. Want die claim die komt niet bij ons vandaan. Wij doen geen copyright claims op individuele video's neerleggen op YouTube. Dus ik zou voor je kunnen nagaan even bij onze collega's van de online afdeling hoe dat precies werkt. Misschien dat zij dat wel weten. Maar ik heb het antwoord daar niet op, omdat het buiten ons omgaat. Dus dan zou je even YouTube daarvoor moeten contacten. Hoe dat werkt. Maar ik kan wel even kijken of ik voor jou iets van een vertrekpunt kan regelen. Dus dan kan ik het voor je uitzoeken. Ja, inderdaad. Mark, goed gezien. Even kijken. En dan zie ik nog één vraag van Dennis. Collecteert Buma Stemra ook voor het gebruik van muziek in audioboeken? Weet jij die? Dat is een goeie. Een audioboek. Kijk, dat is natuurlijk wel een vastlegging. Ik dacht het wel, maar het komt niet vaak voor. Dus. Ik heb de vraag ook. Ik heb hem ooit een keer gehoord, heel lang geleden, maar ik weet niet meer wat het antwoord daarop was. Dus ik weet niet of wij daar actief voor incasseren of wij dat licenseren. Maar ook dat is natuurlijk uit te zoeken. Moeten we even zorgen dat we de juiste gegevens even hebben, zodat we dat kunnen uitzoeken en gewoon gaan terugkoppelen. Ja, misschien kan Dennis inderdaad even naar info@buurmanstemra informatie over dat audioboek en de muziek die daarvoor gebruikt wordt aan ons doorsturen. Want dan kunnen we dat specifiek in dit geval voor jou nakijken. Even kijken. En Steven Henry zegt, ik wil het ook wel even mailen. Nou, dat lijkt mij inderdaad een goed idee.
net Mark heeft even uitgelegd. Ook graag naar info@bumastemmela. Ter attentie van Mark. En dan gaat hij dat voor je verder nakijken. Even kijken. En dan zegt Arianna nog. Kun je dat voorkomen door toestemming te vragen aan de maker van de video? En ik neem aan dat ze dan even voortborduurt op het stukje van Stephen Henry. De copyright claim. Ja, dat zullen we dus ook even moeten navragen. Want wij doen dat dus niet. Wij leggen geen claim neer bij YouTube. Dus dat zullen we even bij YouTube moeten vragen. Ja, het lastige is dat dit soort dingen allemaal buiten ons omgaan. Daarom, ik ga nu even nakijken bij mijn collega's van online of zij meer informatie erover hebben. Maar het is iets wat eigenlijk buiten Buma Stemmela om gebeurt. Ja, maar dan kunnen we jou daarin meenemen, Arianna. Als zeker, we het, zou het mailtje even sturen inderdaad. Dan hebben we gelijk de contactgegevens en dan... Zorgen we ervoor dat jij daar het antwoord op voor krijgt, precies. Dus even info@dumastemmela.nl, even ter attentie van Mark, dan komt het bij mij op mijn bord. En dan kan ik dat voor je oppakken en terugkoppelen. Nou, wachten nog heel even, want we zijn bijna ook door het uur heen, zie ik al. Nog vijf ging, minuten. Ging snel. Vier minuutjes. Als er geen vragen meer zijn, dan gaan we hem zo afsluiten. Nou, we hopen in ieder geval dat we jullie iets meer wegwijs hebben gemaakt in het hele Buma Stemmela verhaal. Dat de vragen zijn beantwoord en de informatie wat duidelijker is van wat doen wij nu en wat moet jij doen. Om ervoor te zorgen dat die afrekeningen zo goed, zo snel en zo compleet mogelijk jullie kant op komen. Ja, en schroom dus niet om ons te contacten. We bijten niet, dus je kunt ons gewoon bellen en mailen. Dat kan altijd. Zekers. Nou, ik zie voor nu geen vragen meer binnenkomen. Nou, dan wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor jullie aandacht. En ook voor de vragen die jullie hebben gesteld. Goeie, leuke vragen. Ja, leuk zeker. Dat jullie zo hebben meegedaan en meegedacht met alles. En dan gaan we hem voor vandaag afsluiten. Dank jullie wel allemaal. En succes. Ja, en dan hoop ik dat de volgende keer bij een volgend pulsuurtje. Elke maand hebben we er eentje. De derde maandag van iedere maand hebben we een pulsuur. Houd de informatie in de nieuwsbrief in de gaten voor welke onderwerpen we bespreken. Ja, als het van jou van toepassing is, log in en luister mee. Maar dank voor vandaag in ieder geval. Tot eens.